Als de gemeente Zuidwest-Friesland tak een weekend net instemt met nijbouw van de Vinken in Koudum, dan verdwijnt de Oude Rijnzwarg uit het dorp. Maar die waarschuwing komt zorginstelling Patina, eigenaar van de Vinken. Er wordt al jaren praat over het nijbouwplan en komende weken besluit de gemeente erover. Neffens Patina kan ze net oors als instemmen, want het gebouw voldoet al lang net meer aan de eersken van de tijd. Nou, het is net meer van deze tijd, omdat de appartementen die Jerk zorgt, die ben eigenlijk gewoon te liets. Omdat de meesten dit een heleboel zorg nodig hebben, meer ruimte nodig hebben. Ik voor de hulpverlening, voor het personeel, dat ze de meesten goed helpen kunnen in de badkamer, met rolstoelen en dat soort dingen. Dat ken je eigenlijk niet meer, dat is één. Maar twee is, ik dat de meesten in de werk ook meer eisen hebben, dus ik wat meer van hunzelf hebben willen. In de nijbouwplan wordt de Vinken opdeeld in meerdere appartementengebouwen, maar elk een centrale wenkamer. De appartementen zelfs bestaan uit een badkamer, een slipkamer en een wenkamer. De gebouwen zijn zo ingericht dat ze geschikt binnen voor mensen met dementie. Je merkt gewoon dat toch als er zaken spelen en dat ze dingen kunnen zien. Hè, kinderen, leving, de parkeerplaats zelfs, hè, dat daar auto's af en aanrijden. Dat vindt men, reuring, dat vinden onze bewoners ook heel belangrijk. Stichting Dorpsvernijing hoopt dat de gemeente hier voorstemmen zal. Ja, Koudum die heeft altijd al wat een regiofunctie hand en ik vind het heel wichtig voor de regio, maar vooral voor het dorp en ik voor de winkels, dat wij hier een verzwaringshuis horen.